Normaal ga je naar het vliegveld toe omdat je op vakantie gaat. Maar vanavond zijn er een heleboel hardlopers hier gekomen voor de tweede editie van de Airport Night Run in Eelde. Ik geloof niet dat het hier ooit zo druk is geweest op een normale dag als er wel vluchten zijn. Maar nu is het hier hartstikke druk. Het staat hier helemaal vol. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat verloopt. Hier komt uit Nice en is ongeveer 10 minuten geleden geland. Als loper ren je hier voorbij op zo'n 200 meter. Hoe cool is dat? Airport Nightrun is hardlopen in het donker over de landingsbaan van Groningen Airport Eelde en door het bosgebied de Vosbergen. En is dat niet best wel lastig om te organiseren op een vliegveld? Want je zit ook met vliegtuigen die moeten landen bijvoorbeeld. Ja, klopt. Er is nauw overleg ook met de Marche C en Groningen Airport Eelde zelf om alles veilig en goed te organiseren. En inderdaad, er is vanavond ook tijdens het lopen nog een vliegtuig geland. En dat heb ik wel beleefd, dat de deelnemers dat ontzettend mooi vonden om te zien dat ze over de landingsbaan lopen en dat er zelfs ook nog een vliegtuig landt. Hey, dit is genieten van de omgeving hier. En in het begin denk je, waar zijn de vliegtuigen? Maar gelukkig kregen we de landing. Ja, dus in het bos zijn die er niet natuurlijk. Nee, maar dat was het eerste stukje en je denkt, hey, flight run, waar zijn ze? En het langste stuk ook nog. Ja, maar het was wel mooi. Het was hartstikke mooi en de verlichting van de baan. Keerpunt en de splitsingen erin. Nee, perfect. Maar u heeft het vliegtuig uit Nice dus niet meer zien landen? Nee, we hebben niks zien landen eigenlijk. Alleen wat er stond was static. Ja, ik ben ongelooflijk enthousiast. Het is goed te zien hoe mensen dit parcours ervaren. En dat je natuurlijk met een lampje op ook door de hangar loopt en door vliegtuigen te zien krijgt die uitgelicht zijn. En verrassende entertainment onderweg. En dat maakt denk ik dit evenement uniek om te ervaren.